Welkom bij Barbecue Power. Vandaag gaan we het hebben over Prometheus. En we hebben heel lang gewacht. De prequel van Alien. Ja. Maar eerst het weekoverzicht. Ik ga zaterdag, dus dat is morgen voor jullie, ga ik naar Fortarock. En ik mag dus ook backstage. Dus misschien is het voor mij mogelijk om weer een beetje vriendjes te maken met Lamb of God. Want dat heb ik een beetje fucked up, weten jullie nog? Ja? Huh? Voor de rest spelen er ontzettend vette bands, Machine Head, Slayer. Dus ik zou zeggen, als jullie ook gaan, hè, fellow metalheads, dan zie ik jullie daar. Dat was het. Ah! Gisteren ging ik even de hond uitlaten en toen heb ik de sleutel in de deur gelaten. Aan de binnenkant, dus de deur ging niet meer open. Dan kan je een slotenmaker bellen. Dat is s'avonds laat was dit, toen heb ik wakker gebeld. En die vragen dan €125. En open is hij. Meer. Moraal van dit verhaal, ze kunnen het vragen, maar je betaalt toch wel. Nee, je woont er in Noord, dan kan je toch gewoon iemand buiten even vragen, of niet? Ik voel me een beetje, wat is dit? Waarom ben ik zo? Ik zie dat er een kijksvraag is en ik weet ook waarom Guido deze heeft uitgezocht. Nou ja, hij kiest de kijksvraag uit, omdat hij een enorm compliment krijgt. Oh, het is Lon 19. Oh nee, dat telt niet. En de vraag is of wij, flabberbewonderaars, ook flabbergoodies kunnen kopen zoals dat fucking awesome t-shirt van Janus. Nou, dat fucking awesome t-shirt van Janus, dat is een limited edition. Maar we zitten wel even na te denken om wat shirts van andere flabbergoodies te maken. Bijvoorbeeld shirtjes met dit dingetje. Ik zal even laten weten of dat wat is. Vooral Lon 19. En niet alleen Lon 19. We gaan niet een hele reeks ontwerpen alleen voor Lon 19. Dat lijkt me iets te ver. Dan moet je het even laten weten in de reacties. Ik voel me echt licht in mijn hoofd nu. Maar, we gaan het vandaag hebben over Prometheus. Waarom dat maar is, weet ik niet. Maar het klonk goed. Ja. Een prequel van Alien van dezelfde regisseur Ridley Scott. Dat was het. Ga die shit kijken. Ja, succes. Awesome. Oh, ik mocht geen awesome meer zeggen. Ik zat hier echt zo lang op te wachten. Ja, Christ zeg. De man die de allerbeste science fiction film ooit heeft gemaakt is Blade Runner. Klaar, punt. Ja. Ja, Ridley Scott, you fucking rock. Ja, dus dat was gewoon awesome als hij dan een Prometheus gaat maken. Ja. Maar Save the Days. Save the Days? Sister Dance, dat het wel echt een prequel is. Sister Dance. Save the Sea, wou ik zeggen. Oké. Dat kan niet in de buurt. Sister Dance, dat het een prequel is. Sister Dance, dat het een prequel is. Waar gaat het over? Ja. Nou, ja, de mensen. De mensen. Er zijn twee scientists die hard zijn. Ancient alien experts. Ancient alien experts, ja, toch nog nut. En die vinden die maar van die plaatjes, je kent het wel. Dus op aliens. Muren van 1000 jaar geleden. Dus aliens! Dus aliens! Goed. Waar waren we? Dus aliens! Dat is een beetje het idee. En ze komen erachter van... Het is die en die Star System en daar komen misschien onze makers vandaan. Ja. Of het onze makers zijn, wisten ze niet. Maar daar gingen ze dan een beetje vanuit. Dus bouwt Wayland een schip voor een triljoen, biljoen, miljoen, miljard. Ja, een triljoen. Vond het ook wel een beetje aan de prijzige kant voor zo'n... Nou, laten we eens kijken reisje. Maar goed. Ja, helemaal goed. En ze gaan dus even op die planeet kijken van hoe dat zit. Zijn daar inderdaad onze voorouders? Dat laten we verder in het midden of dat daadwerkelijk zo is. Maar er wordt natuurlijk wat gevonden, want anders heeft die film niet zoveel zin. Nee, dus waarom zouden we het dan in het midden laten? Dat bliep. En dan David op dat schip. Ja. En nu komen we bij David. David is absoluut de meest awesome character. Ik mag niet meer awesome zeggen. De meest toffe personage in die hele film. Gespeeld door Michael Fassbender. Die is sowieso hot and happening op dit moment. Maar deze gast speelt dus een android. Maar dat doet hij met zoveel overtuiging. Ik ben Star Trek fan. Ik heb sinds Data, het karakter Data, niet meer zo'n awesome android gezien. Nee, helemaal volledig mee eens. En hij is eigenlijk nog wel meer awesome. Want wat het knap is van David, hij ziet er ook uit als mens. Kijk, bij Data, die heeft een beetje smink en dan, hey robot. Deze David heeft wat meer, hij is gewoon wat meer scary, hij is gewoon creepy. Deze gast maakt die film echt compleet voor zover die niet al super awesome was. Dan moet ik geen awesome meer zeggen. Ja, jij mag wel awesome zeggen. Ik mag wel awesome zeggen. Voor zover die super awesome was. Ja, hij maakt gewoon film. Ik bedoel, er zitten nog wel een paar andere grote namen. In Charlize Theron speelt ook een beetje een killer chick. Die ook bijna androïde-achtige trekjes heeft. Naomi Rapace, die ook in Sherlock Holmes zat. Girl with the Dragon Tattoo. Ja. Ik ken die haar ook wel. Hot en happening nu. Ja. Ik vind het niet zo hot, maar goed. Ja? Gisteravond nadat ik Prometheus had gezien, 's ochtends heb ik meteen gisteravond heb ik Alien gekeken. Ja. En hij is gewoon qua tone of voice, qua vibe, klassieke muziek, ook wel tempo, characters. Ik bedoel, er zit ook wel die ene black guy in, weet je wel, die dan toch een beetje... is. Nee, het is eigenlijk een prequel met een remake feel.
Ja. En het is niet erg. Wat Ridley Scott in deze film ook gewoon ontzettend goed doet, is het opbouwen naar dingen gaan zien. Ja, want waar ik een beetje moe van word, namelijk in dat soort spannende films, is dat ik gewoon driekwart van de film naar een zwart scherm zit te kijken. Ja. Want dat is dan spannend. Ja. Je ziet niks. En je hoort wat metaalgeluidjes. En je weet gewoon, komt-ie. Weet je wel? Maar dat is gewoon, dat op een gegeven moment wordt. Zit in deze film ook? Ja. Maar er zitten ook hele andere vette awesome dingen in. Ja, zeker. Laten we het even over 3D hebben, want jij hebt een pesthekel aan 3D. Ik heb een pestpokken pleurishekel aan 3D. Maar er zijn een aantal scènes waarin het gewoon echt iets toevoegt. Ja. En dan bedoel ik niet zoals Final Destination 3D, dat er de hele tijd dingen naar je scherm toe komen. Dat doen ze helemaal niet. Weet je wat ik me trouwens wel altijd afvraag? Nou. Bij dit soort films. Hè? Je hebt heel veel films in space en dan gaan ze ergens heen met een hele crew en ze gaan dingen doen. Ja. Het zijn fucking astronauten, toch? Ja, ja, ja. Ja, dat maar ik snap het. Ja, ik wil. Screenen ze die niet op. Sturen ze daar niet een paar psychologen op af voordat ze de ruimte ingaan van zijn jullie wel helemaal oké? Ja, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Want in al die films is er altijd iemand die gaat freaken. En die, ik moet zeggen, ik vond nog redelijk. Sommigen zijn de snuggers ook niet, dat je echt denkt van hoe kan jij in godsnaam door je astronautenopleiding komen? Hoe is dat mogelijk? Maar die komen op die planeet. En ze zeggen van, we zijn op het planeet, kom, we gaan dingen doen, yeah. Ja. En dan denk ik van, ik zie dan voor me dat je dan epische woorden gaat zeggen. Zo. Ik sta op deze planeet. Ja, en voor het eerst in mijn leven sta ik op een andere wereld. Maar nee hoor, dat is zo. Maar kijk daar eens een ratje om. Wat ik het allermooiste vind, ze willen altijd kunst meenemen. Kom, we moeten een vlammenwerper meenemen. Nee, dat is waar. Een vlammenwerper ook. Een vlammenwerper. Alien Contamination. Screen die gasten een keer voor zo'n film. Dat je gewoon weet van, oké, die gast, die hele grote, brede, sterke gast, die kan misschien wel eens gaan flippen. Maar, nou had jij een punt. Voor de conclusie. En die mag je zelf maken. Ik kan hem ook voor je invullen. Ik weet het niet meer. Alien 1 is echt een klassieker. Zeker wel, ja. En ja, zeker weten. Nee, ja. Dus, wil jij de zin afmaken? Ja, ja, goed. Ik heb dus Alien meteen daarna gekeken. En die film die staat nog steeds aan huis. En alles wat er in die film zit, was voor het eerst. Weet je? Voor het eerst die beklemmende sfeer op dat ruimteschip. Voor het eerst dat rustige tempo waarin personages eigenlijk een soort weloverwogenheid hadden. Dat gebeurt dus in Prometheus ook. Maar ik bedoel, dat heb ik dus al een keer gezien. Dus ik zou zeggen, Alien is een klassieker. Prometheus is een absolute aanrader voor dit jaar. Maar ga hem kijken, hij is echt, echt. Als je deze film gaat missen dit jaar, ben je echt een fucking retard.